Vlaams Parlement zet de deuren open voor 270 enthousiaste leraren die zich willen verdiepen in de verkiezingen van 26 mei 2019. De Educatieve Dienst van het Parlement, De Kracht van Je Stem, organiseert zijn lerarendag en lanceert de Verkiezingsdoos 2019 vol educatief materiaal. Leraren zijn voor ons de belangrijkste doelgroep om via leraren dan eigenlijk de jongeren te bereiken. En er zijn heel wat jongeren die binnenkort in mei voor de eerste keer zullen gaan stemmen. Dus vandaar dat wij een lerarendag vandaag wilden organiseren om leraren eigenlijk te ondersteunen in hun job. Vandaag zijn de rollen dus omgekeerd en zitten de leerkrachten op de schoolbanken. 9 bekende professoren geven masterclasses over de verkiezingen, de strijd om de kiezer en de vertegenwoordiging van groepen in onze parlementen. Het zou kunnen dat er natuurlijk vervroegde Kamerverkiezingen komen. En dat heeft alles te maken met ik vertel meestal aan mijn studenten, een prachtig staaltje, een indrukwekkend staaltje van Belgische absurde politieke kunst. Er was ook heel veel interesse van de leerkrachten. De masterclasses waren meteen ingeschreven. En in de namiddag zijn er ook workshops waar dat ze heel concrete methodieken kunnen oefenen om in de klas te gebruiken. We hebben een verkiezingsdoos. Daarin zitten brochures, oefeningenboekjes, een handleiding voor leerkrachten, verschillende methodieken die we ontwikkeld hebben, onder andere ook de Edubox, en die krijgen ze mee op het einde van de dag. Die kan besteld worden op de website www.dekrachtvanjestem.be, dus van de Educatieve Dienst van het Vlaams Parlement. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.